het is een hele mooie gebeurtenis als de Bosatlas en een set van kaarten zo in de belangstelling komt te staan. Daar zit zoveel informatie in over gebieden en over de relaties tussen gebieden. En daar zijn aardrijkskundedocenten de hele dag mee bezig met hun leerlingen. Eigenlijk gaat het bij kaarten erom om je te beperken tot de essentie. Hè? En het gaat dus vooral om het weglaten van alles wat overbodig is. Ik ben er trots op dat we een boek op zo'n bijzondere manier kunnen presenteren. Zodat van jong tot oud daar plezier aan kan beleven en ook nog eens een keer kennis op kan doen. In de loop van de tijd is de Bosatlas onderdeel geworden van de identiteit van de aardrijkskundedocent. Kom niet aan de atlas, want je treft ze in het hart. Ja, eigenlijk ben ik heel trots op 212 Fahrenheit. De twee jongens die dat design hebben gemaakt, dat is echt fantastisch. Bosatlas draait natuurlijk om de kunst van het weglaten. Hoe was het om met dat gegeven de tentoonstelling vorm te geven? Heel leuk, omdat we echt met de basis die je in de atlas ziet, de kleurgebruik, vormen, taal, daar konden we gewoon al zoveel mee doen. Dus het is al veel weggelaten. Maar voor ons had het weer heel veel input om daar gewoon een hele mooie basis voor neer te zetten. Je ziet een heleboel beeldschermen, een heleboel moderne dingen. De digitale Bosatlas wordt getoond. Maar er zijn ook echt 140 jaar prachtig historisch geordend alle mogelijke atlassen die we gemaakt hebben tot de dag van vandaag. Heel veel plezier in de schatkamer boven. Dank u wel.